zover gaan dat je ook bij de eigenaar het verhaal wilde halen van... Zeker. Kijk, hey, wat vind je me nou? Ja, zeker. Ik denk, ja, die lieve meneer die heeft een private jet, die heeft een mooi huis en dat gun ik hem allemaal. Maar ik weet dat het eerlijk gezegd ook is gekomen door jongens zoals ons. Wij stonden daar in 1994 met z'n allen om jouw merk groot te maken en dan ben je er. Dus dacht ik van, nou weet je, ik heb een busje, ik heb een bed in mijn bus. Ik rij gewoon naar Zuid-Duitsland, daar zitten ze. Ja, en ik ga daar gewoon wachten, net zolang tot ik het hem recht in zijn gezicht kan vertellen. Maar de lieve man, Edwin Vee, die is met zijn private jet ingevlogen. En ik heb 2 uur lang met hem mogen praten. En ja, ik denk dat hij, voor hem misschien ook wel een eye-opener was. Misschien dacht hij wel toen hij terugvloog, ja, succes jij. Maar ik kijk weer eens verder. Maar ja, sindsdien is eigenlijk onze relatie, zowel met het merk als met de mensen, gewoon alleen maar beter geworden. Ik denk dat er gewoon openheid, eerlijkheid, zelfs als je confrontaties hebt, echt niet verkeerd zijn. En laat jezelf gelden en laat jezelf gewoon je mening geven.